Congres net als uw land, Max van der Veren, Jochie Pijn. Een van de items die daar voorkwam, dat was wel heel interessant in die zin. Dat het de vraagstelling een beetje van ons bedrijf, hoe profileren we ons dan zitten voor de medewerkers en de werking ervan, dan voornamelijk ook financieel. En het debat ging een beetje over het feit van dat we echt wel wensen een gezond bedrijf te zijn. Een bedrijf zoals uiteindelijk een ander bedrijf die winst probeert te maken, maar die ook in eerste instantie zijn medewerkers in feite goed probeert te verzorgen. En dat is in ieder geval op een correcte manier, op een tijdige manier. En hij heeft altijd eens het gevoel gehad dat een heel veel architecten van ons statistieken een enorm bepaalde factor is en enorm al voorkomt, maar dat het in feite een beetje te kost is van alle andere aspecten, ook van de leefbaarheid van het bureau en de leefbaarheid van de medewerkers. En ik vind dat dat vandaag niet meer kan. We hebben gewoon van het toerisme die dat beroep ook een beetje kapot maakt. En ik denk dat er veel meer professionaliteit nodig is in de bureaus, veel meer know-how, financieel know-how nodig is om te gaan naar medewerkers en dergelijke, zodat je een gezond bedrijf kunt zijn op de wereld.